We hebben weer hele fijne lurex-truitjes binnen in het lila. Ik heb net een kekiekleur, een lichte kekiekleur op de foto gezet. Dat is deze. En er is ook een beige. Oh, die zie ik daar hangen. Die pak ik ook even. Wacht even. Huppatee. Want dat is ook een heel mooi kleurtje. En ik doe het nou heel even met het spijkerbroekje. Ik vind dat ook wel een leuke combi. Dat glittertje, dat zilveren glittertje zit erin. Om het dan toch te combineren met een stoere spijkerbroek. Maar natuurlijk is dit dadelijk ook in de zomer weer heel mooi met een witte broek. Vooral die lila vind ik dan heel mooi. Even kijken. Ik spring van de haak op de tak, maar dat doe ik altijd. Ik heb het al klaar liggen. Oké, maar dit is natuurlijk ook super. Gewoon dat paars op dat gewoon wit. Mooi sneakertje erbij. Dan is het weer helemaal anders, hè? Maar goed, ik heb nu een spijkerbroek aan. Dus ik ga ze alle drie op de foto zetten met de spijkerbroek. Die truitjes zijn één maat. Het is een driekwart mouw. Een soort van vlindermouwtje. Gewoon zo'n aangeknipte mouw, zeg maar. Ik heb maat 38 en ze passen tot en met maat 44. En dit modelletje gebruiken wij ook heel vaak op een weierenbroek. Dadelijk komen weer die wijde travelbroeken binnen natuurlijk. Op een jurkje en dan doen we het met een elastische riem eromheen. Op een rok, noem het maar op. Dan, omdat dit niet te lang is en lekker soepel, kun je dat op heel veel dingen dragen. Ik zal hem heel even voor een puntje in mijn broek doen. Dan zie je ook dat je dat mooi eroverheen kunt laten blouzen als je dat zou willen. Wat ook makkelijk is, nou heb ik een broek aan met een koordje. Maar als je een broek hebt met een riem, is het ook heel makkelijk om dit even onder de riem te stoppen. En dan heb je het heel snel en heel makkelijk blouzend gemaakt. En dat verbergt dan ook meteen een buikje. Ze zijn €34,95. Ik heb de jogjeans erbij aan, de Ita jogjeans met het koordje. Dat is echt een hoog model, dat zie je wel, zit tot in mijn taille. Fijne zakken erop en jogjeans is gebreid. Ja, dat zit natuurlijk super fijn. Mooie wassing zit er ook op, fijne stretch erin. In het begin zijn die broeken gekreukt, maar die kreuk die gaat eruit tijdens het wassen. Het is ongeveer een lengte maat 32 en ze gaan van maat 34 tot en met 42. Mocht jouw maat zijn uitverkocht, dan breng ik des maandags weer mee. Dus die kun je al bestellen, zodat wij ook een goede inschatting kunnen maken van wat we mee moeten brengen. €49,95. Dan hebben we de laarzen nieuw binnen. Ook altijd leuk dadelijk weer om onder een tuniek of een jurk te dragen. Dat is een hoger modelletje en een keer geen stiksels op de bovenkant. Wat ik dan ook wel weer heel leuk vind, dat die gewoon glad is. En een biesje erlangs. Op de neus, daar zitten dan wel stiksels en hier zit een korte rits in. Nou krijgen we heel vaak de vraag, van, past dat ook met stevige kuiten? Nee, dat hebben we al uitgeprobeerd. Nicole die heeft stevige kuiten en die kan er niet in. Dus heb jij moeite met lange laarzen kopen? Nicole heeft dat ook. Wij laten dat dan altijd even proberen. En ja, dat gaat bijna nooit. Ik heb gewoon gemiddelde kuiten. Ik heb gewoon maat 38 en gemiddelde kuiten. Ik heb nu maat 39 aan. Want hoe groter de maat van de laars, net iets meer ruimte heb je dan natuurlijk ook. Ik kan er nog met mijn hand langs. Dus het heeft al wat ruimte. En heb je hele smalle kuiten, dat kan natuurlijk ook. Ja, dan kijk je er wel in. Dan zijn het denk ik de 7-mijlslaarzen. Dat je er zo in kijkt. Ja, dan is dat ook weer niet mooi. Dus het moet een beetje gemiddeld zijn, denk ik. €59,95 zijn ze. En je kunt het allemaal bestellen op onze website baboe.nl.